Hop, nee, nee, nee. Bubbles, kut. Please, do my reluctance, ja, het zou oh, fuck, ik had bijna boe verslagen, alleen toen kon ik geen ananas meer vinden. Ik gooide hem over hem heen. Gelijk, verder. Oké, okay, we gaan hier naartoe. En dan hier naar boven, hoppakee. Wat dan, ben je soort van dood te gaan of niet? Nee, nee, nee. Hier is het, serieus, is hier dat? Nee, dat dak is daar niet. Nee, ik dacht, mijn ananas kon ik even niet vinden. En toen panicked ik, gooide ik hem over hem heen. Je kan ook voor mij, als je van Devil af bent, neem ik aan dat je gewoon dood bent. Dat is wel irritant. Alles is irritant. Het spel is aardig irritant. Weer doen. Leuk. Het spel kan voor de nodige tienerfrustratie zoeken. Zoeken, zorgen, opeten. Oh yes. De nodige tienerproblemen. Boe. Die je tweet. Going down. Op Facebook zet. De vraag of mensen je het retweeten. Alles. Zeker doen. Ik noem het de Tiener Struggles, mijn account. Tiener Struggles. Nice. En dan een ananas voor je bek. Nee. Gooi. Oh yes, hij is dood. Mooi. Ga niet rustig. Ben je nou nog steeds met Mysterious Hotel Delfino bezig? Ja, ik moet nou eerst de Yoshi weer... Glenn. Ik loop nou alweer 2 shines op je vooruit. Ja, nog wel, maar dat, zelfs zo, eigenlijk. Dat heb ik zo weer ingehaald. 41! Ik kan me niet vertellen dat het uiteindelijk gewoon hier was. Nee, dat kan niet. Het was niet hier. Ik ben continue. Hier is een dak. Zo droog dan zo meteen mijn harde schijf vol zit, want als mijn harde schijf bijna vol zit, gaat het helemaal lag. Heb ik alleen maar frame drops. Het is wel slecht aangegeven dat je hier die boer hebt alsof je hier moet zijn. Ja, inderdaad. Maar dat moet niet. Nee, dat moet je niet. Ik ben nu bij Scrubbing Serena Beach, wat in principe een makkelijk level is. Hij duurt toch maximaal 3 minuten, dus. Oké, okay, waar is dat plafond? Waar is die kamer waar je naar het plafond gaat? Serieus, waar is die shit? Wil je nou een antwoord van mij? Ja. Sowieso. Die krijg je niet. Ah, jammer. Oké, okay. Ik denk dat je sowieso hier via het water omhoog. Ik hoop even dat ik Scrubbing Serena Beach in één keer goed doe. Gisteren had ik voor mij een tijd van 1 minuut. Had ik nog 1 minuut over. Kijk, je kan hier wel omhoog, maar dit is niet eens de goede. Hier moet je niet zijn. Toelie. Multatuli. Moet je hier wel zijn. Ik vind Glenn als iemand die Multatuli moet lezen van school. Deze dude praten. Hey, yo, no one in the pool. Oh, ik gooide zo'n barrel en toen kwam ineens een blauw muntje omhoog van hello there. Dat wil ik helemaal niet. Opgebokt. Oh shit, dan weet ik niet eens meer waar je ook weer naar beneden komt. Wauw, dit is wel echt, dit is heel erg. Hoe kom je ook eens weer naar beneden? Naar beneden? Ground pound. Ja, maar ik weet niet welke tile je naar beneden laat gaan. Ik dacht dat je down, ja, ik dacht dat jouw probleem was momenteel. Het gaat niet goed. Hoe de fuck, waar is die tile? Waar de fuck is die tile? Dit is echt te kut. Ik wist gewoon dat je daarmee ging struggelen. Mijn dromen komen uit. Maar ik had het opgezocht. Ik had opgezocht hoe ik hier geen problemen mee zou kunnen krijgen. In een perfecte wereld zou je er geen problemen mee hebben, nee. Nee, inderdaad. Oké, okay, waar is die fucking oké. Okay. Heb je hem? Ja, maar nu moet ik weer proberen dat ik niet zo faal dat ik... Ik bedenk me opeens dat jij nog steeds de casino level moet doen. Dat was alweer zo lang geleden. Hé, nu is het tijd om grapjes te maken, dude. Echt? Ja? Oh, dit is zo kut. Dit nou nadruk al bijna het einde van het spel, want hierna komt Shadow Mario en dan is er nog maar 1 wereld. Ja, maar die wereld haal je ook niet zomaar 1, 2, 3. Ja, oké. Okay. Ik weet. Waarom mag ik er nu niet eens, ineens niet meer in? Wow, mijn sap is ook bijna op, dus daar ben ik weer Yoshi kwijt. Hij is al zat fruit om te eten. Weet je, het is grappig dat ik er niet in mag. Dat vind ik best grappig op zich. Okay. Waar mag je niet in? Ik mag niet in het ding van pijn. Okay. Nee, die kamer in bedoel je? Van, je moet een badpak aan hebben. Waar? Dat wordt een beetje een goede tijd, Nick. Voor mij heb ik bijna Serena Beach gehaald. Oké, je moet hier sowieso naar boven. Dat moet sowieso. Maar moet je iets van 98% halen of zo van alle smurrie? Gelukkig geen 100, dat zou kut geweest zijn. Waar is die boven? Oh, kijk, daar is nog wat. Nou, dat is nog een klein beetje. Dat zal ik even opruimen. Dit is een beetje de reden waarom ik geen 98% heb, ja. Nou, dat ziet er best wel logisch kijk, uit. Kijk, hier heb je wel het dak, maar... Daar begint wel te dringen. Als ik dit niet haal, dan ben ik best wel weer geschoond. Is er niet. Er is geen dak, er is niks en ik ben Yoshi, zodat ik weer kwijt. Jee, ik heb het gehaald, 29 seconden. Wauw. Wauw, waarom kom je ook eens op dat kutplafond? Eén hint. Moet je wel ik via dezelfde... Ik twijfel of ik je moet helpen, zeg maar. Moet je via diezelfde kant weer naar boven? Zal ik het zeggen? Oh, ja. Dat maakt niet uit, want ik ben hem toch weer kwijt. Oh, nou, zeg maar, je moet gewoon met de trap omhoog. En dan bovenaan, naast die badkamer, is een van de rooms open. Wat? De bovenste verdieping is een van de slaapkamerdeuren open. Dan moet je daar via bed en dan kom je op zolder. Fuck mijn leven. Graag gedaan. Ik moet dus helemaal niet via die... Ja, dankjewel.
Straks, als ik hier verlies, word ik echt boos op mezelf dat ik het verteld heb. Ja, maar ik vind dat ik al dichtbij genoeg hier gekomen ben. Al zou ik dit nog verliezen, heb ik wel zoiets van, ik heb goed genoeg gespeeld om het toch nog goed te maken allemaal. Ja, maar je hebt het bijna gewonnen terwijl je fucking 12 shines achterliep. Ja, daarom. Dat is nog iets. Maar, ik heb ja. nog steeds anderhalf rondje binnen. Dit is nog steeds vet kut. Oké. Okay. Een droge troep nu. Snelheid. En ik moet ook nog geluk hebben met die zevense dadelijk. Oh, ik heb nu Shadow Mario in het hotel. Oh, fuck. Ja, op een of andere manier ben ik hem altijd kwijt en dan is hij beneden. Fuck. Ik maak ook echt gewoon twee hele grote fouten en dat wordt dan gewoon. Oké, okay, dan weer opnieuw Yoshi halen eerst. Okay, daar gaan we. Wat zeg je? Moet je weer opnieuw Yoshi halen? Ja, ik ga nu net zeg maar bij die mannen-wc omhoog en dan gedoe, alles. Struggles, tiener, alles. Je weet zelf. Oké. Oh, ik mis op je de man. Boe, op oh, daar is hij al. Kom hier, bengel. Dat is hem ook niet. Daar is hij. Oh, loopt in één keer tegen me aan. Een stukkel. Zo, nou, klap draaien. Nog een keer. Helemaal, raak je zo snel kwijt hier. Niet leuk. Ja, heel goed. Dankjewel. Had hij een room in? Wat fijn dat die spookjes niet op mij inzoomen. Ja, hallo. Hier de room in. Au. Dat is heel veel pijn. Oké, kom op. Hij zit hier beneden of niet soms? Ja. Bij twijfel zit hij beneden. Huh? Bij beneden zit hij twijfel. Zal ik er ook naar kijken natuurlijk. Okay. Ik heb heel vaak dat en hij mij wegbeukt in het level. Vroom. Ben ik gewoon te goed en shit. Word en boos. Hier fucking naar beneden. Waar is die fucking pineapple? Dat is weer langs me gechased, ja. Oké, okay, joepie. Okay. Daar zijn we dan. Yoshi, hier. Neem het. Verdullen me, neem het. Okay. Surprise! Oh, beuk me om. Fuck, ik ben bijna dood. Kijk, naar boven. Ik ben in de Shadow Mario level bijna dood, omdat Shadow Mario me zo vaak beukt. Kijk, hard naar boven. Kijk, hard naar boven. Dat was Naglen. Kijk, hard naar boven. Yes, ik heb hem. Hey! Ow. You're so annoying! Die dat is niet aardig, weet je, van hem. Weet ik in ieder geval wat ik moet doen. Je bent zo irritant. Oké, nou, helemaal naar boven blijkbaar. Oeh, 43 shines! Lekker! Nice, dude, nice. Ja, inderdaad, deze. Oh my god, dat ik dit niet zag, dat ik dit vergeten was. Maar dat ik dan ook steeds hetzelfde doe en niet even naar die andere plek ga. Maar even, ik moet even onthouden waar ik. Oké, daar. Ik ben nog steeds met level 3 bezig. Dit is zeker 2 parts of zo dat je bezig bent. Nee, niet 2 parts. Niet? Niet 2 parts, nee. Ik weet niet, dat was ongeveer, ondertussen ben ik al in Epic, oh fuck, ik heb episode 7 al gehaald en ik spring de wereld weer in, dit kost me harde tijd hoor. Opeten, natuurlijk. Waarom probeerde ze te sprayen? Best wel nodig urineren, ik zou zo'n plaspauze kunnen maken. Oeh. Doe maar dude, ik hou je niet tegen. Als jij dat risico wil lopen. Yes! De volgende letter is ook tussendoor geurineerd. Yes! Ja, maar jij wist dat je ging verliezen. Ja, toen stond ik toch vierde, en niet een beetje ook. Oké. Het is al niet voorbij. Het is nog zeker niet voorbij. Jij moet ook nog steeds de Rocket Nozzle halen, zeker? Nee. Nee? Oké. Okay. Alles bij mij is opgelost. Opgenozzeld. En ik deed dat echt heel snel. Bij die Shadow Mario is het meer de kwestie van sta gewoon stil en spray omdat hij overal om je heen beweegt. In plaats van dat je hem helemaal gaat achtervolgen. Op die steentjes. Oké. Ik ga nu naar de top van de mooie vulkaan. The Secret of Isle Delfino. Oké, mooi. Top van de mooie vulkaan, daar ben je nog niet. Je moet nog Pianta Village, dude. Ja, daar ben ik nu aan begonnen. Oh, oké. Ben je al ver? Ik ben nu... We gaan nu level 1 in. Chain Chomp. Chomplets Unchained. Unchained. Unchant. Unchumped. Ik denk tegen de tijd dat jij Shadow Mario in het hotel... Ik weet niet hoe lang het ligt natuurlijk aan hoe jij het casino gaat doen. Ja, Er is een glitch als je in dit level met een waterspuit glij over de brug heen gaat, dat je er doorheen glitcht. Oh, dat lijkt me kut. Dat is best wel kut, ja. Ik denk dat je dat niet wilt, zeg maar. Oké, nou, laten we maar gewoon beginnen met... Episode 6 met van deze wereld. Moet je die mensen schoonmaken. Geluk dingetje, ga maar. Oké, deze hond hebben we alvast. Ja, heb ik niks aan. Oké, kut. Hond, hier. Heb ik niks aan. Doe maar. Ik schiet je zo in één keer het water in, joh. Leuk, spookjes hoef ik niet. Kom! Waar is hij? En weer spookjes hoef ik niet. Hierin? Ik weet niet, waar is hij? Fuck. Ik heb het niet gehaald, denk ik. Wie heeft dit serieus verzonnen? Dat je dit met mazzel moet hebben. Ah! Dit bedacht. Daar is hij! Natuurlijk gingen ze er niet vanuit dat mensen dit gingen racen, maar...
Jesus. Ja? Yes! Hey, oké, okay, de 7's heb ik. Je hebt het gehaald, blijkbaar. Hoppa. Mag ik die man in de fik vliegen, deze hond? Mag ik mijn camera hoek even aanpassen, spel? Zit hij erin? Ik wil een... Ik wil een 7. Nee. Fuck. Ik heb 200 tegelijk en dat is niet zo handig. Oh, ja. Ja, doe maar. Yes, oké, okay, die heb ik. En nu nog dat gedoe met die shine. Als het goed is, heb ik daar weinig problemen mee. Eindelijk de eerste, denk ik. Yes. Ik heb de tweede dag eraan, denk ik. Als je die twee neemt. Hoppakee. Daar zijn we. Hallo. We beginnen van bovenin. Want niet oké, okay, aardig goed momenteel. Ik vind het nummer wel een, denk ik, het leukste van alle levels van Pianto Village. Ik vind Pianto Village sowieso mooi uitzien, omdat het avond is. En dat is cool. Ja, precies. De helft van de levels is de dag en de andere helft is avond. Om en om. Oh, ik moet eigenlijk... Wist je dat? Wat? Ja. Ja. Dikke trivia hier. Oké, okay, kijk maar hier. Stom hondbeest. Oké, okay, ik doe dit best wel pro eigenlijk. Ik probeer niet eens om weg te komen, bijna. Hè. Nee. Weg gaat die lava. Weg, hond. Het is lava dat... Hond! Hond dat je er bent. Vieze hond. Oké. Okay, uile hond dat je er bent. Dus, oké, okay, allebei omslaan. Nee, oké. Okay. Draaien. Nou ja, draai je camera ook eens. Mafkees. Hij wil zijn camera die draaien. Oh, oké, okay, ik ben nu bij de secret. Nee, heb ik toe. Help. Was het raak. En hoppakee. Was het raak. Ja, hij is raak. Ik zie okay. Ja. Nou weet ik niet of deze secret zelf moeilijk is. Ben je al bij de secret? Ja. Is hij moeilijk of valt hij mee? Ik weet niet. Nee, de secret zelf is heel makkelijk. Alleen ben je al in het casino zijn, heb je dat al gehaald? Ja. Heb je het casino nu al gehaald? Ja. Fuck man, je loopt in. Ik had je nooit moeten vertellen van de geheime zolderkamer van Anne Frank. Ja, waar zit die naast de hond? Oh shit, ik werd al bijna geplet. Wat doe ik? Rustig. Nee, ik chill hem hard. Rustig. Nee, ik kap tegen mezelf. Oh. Ik dacht, je helpt me eventjes psychische steun en zo. Soms moet ik gewoon even tegen mezelf praten. Oké, dat mag. Dat moet. Mag ik dan in ruil daarvoor ook met mezelf praten? Ik zie een mail. Kom op, ik zie een mail. Niet cool, Mario, niet cool. Ik zie een mail. Zo heel erg cool van je. Wie doet die mail mij denken? Hallo, Shine. Waar is kan ik hem vanaf hier inschieten? Wauw, dit ding beweegt zo spastisch. Echt waar, wat de hel. Oh, ging best goed eigenlijk. Yes, Shine gehaald. Oké. Okay. Hey, niet in de fik vliegen, hond, stop. Hond, what are you doing, hond, sta op. Ja, dat is wel een 7 kwartier waard. Doe maar even wel. Je hebt faal, Glenn. Ik heb nu episode 1 gehaald van deze, bijna. Cool. Hoeveel shines moet ik nou nog voordat ik bij Shadow Mario ben? Remember, always be kind to your pets. Dank je. Dat zal ik doen. Wat is episode 2 ook alweer van deze? Weet niet. Hoe lang nog voordat ik klaar ben met mijn gedoe hier? Ik wil naar Shadow Mario verdulmen. Is die hier? Dat is nog niet episode 6. Oh, King Boo. Coming Serena Beach doen. Lol. King Boo damn blue. Oh, ben je nu King Boo aan het doen al? Ja. Ja of nee? Ja, ik zei ja. Maar volgens mij heeft Skype niet helemaal opgevangen. Oh, je bent zeker die episode ingegaan nu. Ja, dat wel. Ik heb Shine nummer 45 binnen. Oh shit, je loopt nog aardig ver voor. Van de 51, dus dat betekent dat ik er nog 7 moet. Oh Jesus. Kom op. Dan hoop ik dat je heel veel moeite krijgt bij die Chucksters. Ik hoop het. Dat is een beetje de enige moeite eigenlijk. Oh nee, alleen die laatste Chuckster is moeilijk. De rest is echt appeltje-eitje. Appeltje-eitje. Je kan die laatste Chuckster ook niet vanaf het midden doen. Gewoon een beetje schuin. Je moet een beetje inzicht hebben. Alleen heb ik niet en ik time slecht. Episode 2 is heel Batissimo's Crazy Climb. Ik hoop wel dat hij in één keer lukt, anders voel ik me gek. Gisteren was hij eerst 4 keer mislukt. En toen lukte hij één keer zoiets van naam. Je kan dit, Rick. Oké, daar gaan we dan. Alleen ik begon met de verkeerde camerahoek. Dan keek ik met mijn rug naar de kant waar ik op moest. Ja. Dat werkte niet echt. Wel een epische plek hier hoor, wauw. Oh ja, hierna komt zeker dat je die chain chomp in zijn bad moet doen. Die is ook wel leuk. Heel makkelijk namelijk. Gewoon een tonnetje omgooien en erin slepen. Ik wacht tot hij op de plek komt. Waar je hem heel makkelijk. En dan sleep je hem gewoon. Eerst laat je hem gewoon naar je toe komen. Of naar die plek komen. Oké, nou. Kom op. Wow, ik fruit. Ga tegen hem over. Yes! Thanks Mario, ook net nodig. Yay, fruit. Ik hou van fruit. Vooral als het pittig is. Hou jij ook van pittig fruit? Dude. Oh shit, wel op zijn tong. Oké, ik ga winnen. Hup. Yes, en dan nu deze en je bakkes. Yes. Ik heb gewonnen van Il Pantissimo. That was not so bad. You are quick. Yes, I suppose maybe I underestimated you a small bit, perhaps. Blablabla, je shine, dankjewel. En die vond je moeilijk? Tja, Glenn, dan zit Rick toch alweer eventjes bijna bij episode 3 van de laatste world. Nog wel. Oh shit, moet ik al deze dudes vermoorden? Shine!
Ja, en dan gaat hij verder met zijn mooie rattenstoot. Heb je hem al een keer geraakt of niet? Ja. Dat wel. Dat wel. Blijf. Maar ik weet niet hoe lang die... Moet ik nou al deze vijanden vermoorden? Want ik snap niet. Ik geloof het wel, ja.